Het is weer het mooiste moment van de week, zaterdagochtend, 19 maart. Vandaag gaan we een duurloop doen. Proberen rond de 15 kilometer. Tempo zal aangegeven worden door Ronald. Dat is de oudste van onze groep. Die zal zo lang mogelijk hardlopen gaan plaatsvinden. En hij gaat ook aangeven wanneer we een wandeltempo erin gooien. Belangrijk is in ieder geval dat we kilometers gaan maken. We gaan weinig hoogtemeters maken. En we hebben er weer zin in. Dus ik zou zeggen, let's go. Goedemorgen Ronald en Laura. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor? Hoe voelen jullie zich? Nou, op zich gaat het goed. Herstellend nog steeds van een behoorlijke blessure aan mijn binnenste knieband, rechterbeen. Stukje bij beetje aan het terugkomen. Ik ben best wel trots dat ik de kilometers er nu echt in de benen krijg. Dus ja, kijk hoe het vandaag gaat. We gaan er weer voor, hè? Laura? Ja, wel fit. Af en toe een beetje aan het kwakkelen met mijn knie, maar met krachttraining en rustige duurloopjes kom je heel eind. Nou, dat klinkt allemaal positief. Ja. Ronald gaat vandaag het tempo aangeven samen met Laura. Zo lang mogelijk hardlopend en op het moment dat hij het lastig krijgt, even een wandeltempo ertussendoor. En we gaan ervoor. Zeker weten. Yes. Zo Laura, nou, het zit er weer op vandaag. Hoe is het gegaan? Ik denk dat we het heel goed hebben gedaan. We hadden ontzettend lekker weer. 50 kilometer hebben we gelopen. Wat kan ik zeggen? Het was een mooi rondje. Ja toch? Ja. En in ieder geval moeten ze ons blijven steunen. Ja. Op de verschillende media, Facebook, Instagram. En volgende week staat... mooie Zandvoort, uitdaging, hè? Zandvoort, 22 klikjes. Dus daar hebben we allemaal zin in. Yes. Nou, ik wens iedereen een fijn weekend en tot de volgende film.